voor 3-4. Ze draait. Ze zijn een begrip in Danshond, Noordschouwoude en verder buiten. Maar de 44 jaar hangen Afra en Jacques Schavenmaker hun dansschoenen aan de wilgen. Oké, zullen we het even proberen met z'n allen? Ze stoppen met hun dansschool omdat er de afgelopen jaren steeds minder belangstelling is voor stijldansen. De coronacrisis gaf uiteindelijk het laatste zetje. Overheidssteun kregen we niet. Eén keer een heel klein beetje, maar van de rest helemaal niet. Is het gebeurd? Want ja, de eerste corona trok gewoon je alle kapitaal trok je de zaak vandaan. Want ja, wel corona, niet lessen, maar wel je kosten die doorgaan. De plaats 3-4. Proberen, een beetje romantisch naar je dame. Mooi bij de dans. Het zijn nu vooral stelletjes die op dansles gaan en dat was vroeger wel anders. Dansen hoorde bij je opvoeding en het was een manier om iemand aan de haak te slaan. Wij zeiden altijd, het is een start van het uitgaansleven. En ook voor de kinderen, gewoon het respect voor elkaar. De jeugd, die hebben natuurlijk, was onze grootste groep. En toen kwamen dus de regering met allerlei voorschriften van, we mogen geen bier meer tappen voor de jeugd. We mochten later niet meer drinken voor de jeugd. Dus ja, dan is de aardigheid is eraf. Het pand is inmiddels verkocht. Toch blijft de naam Schavenmaker wel verbonden aan dansen. De kinderen van Jacques en Afra nemen namelijk het stokje over op een andere plek. Heel mooi. Ja. Mooi, de mooiste hobby die er is, zeggen wij altijd. En ook wel een lat die hoog ligt, want je wil toch wel aan hun niveau kunnen blijven tippen. Zal het afscheid moeilijk worden? Zal er nog een traantje worden gelaten? Oh, die zullen we zeker laten, ja. We hebben nu echt zulke binding met sommige mensen die al 30 jaar hier, 20, 30 jaar op les zitten. Die ga je toch een keer missen. Afra, hoe is het voor jou? Ja, absoluut. Absoluut, die gaan we missen. Maar nou, we kunnen misschien af en toe nog om een hoekje kijken bij de kinderen. Dat is wel erg leuk. Ja, dat zullen we zeker doen, ja.